Alle assembleeleden werken mee aan het doen van een COVID-19-sneltest voor aanvang van de vergaderingen. Eerder werkte een groep assembleeleden niet mee met de controle. Assembleevoorzitter Marinus B. zegt dat alle plooien nu zijn gladgestreken. Ondertussen hebben we met elkaar de zaak besproken. En daardien hebben we geen weigeren meer gehad van leden. Iedereen hier, ook het personeel, laat zich swabben. En u ziet dat we zijn bespaard gebleven van een uitbraak. Want hadden we dit niet gedaan, vanaf het begin hebben we een aantal leden die positief zijn getest, maar ook personeelsleden. Dus het swabben, het plegen van een sneltest, heeft ons van ellende bespaard. Want hadden we dat niet, dan zouden we hier vergaderen met leden die een positieve status hebben. En dan kan je meer besmettingen krijgen. Waardoor het gevaar dat zou bestaan is dat we misschien niet zouden kunnen vergaderen. Ja, want als de helft of heel veel leden van jou besmet raken met het COVID-virus, dan kan je niet werken. B vertelt dat het controlemechanisme zijn nut heeft bewezen. Eerder was het zo dat leden zich niet hoefden te laten testen. Tijdens vergaderingen werd er aan de bel getrokken dat parlementariërs besmet waren met het COVID-19-virus, waarna er strenge maatregelen moesten worden getroffen om het gebouw te ontsmetten. B verzoekt een ieder die een bezoek brengt aan de assemblee zich ook te onderwerpen aan de sneltesten, zodat het bekend is wat hun status is.